In the Nationale Assemblée is de vicepresident Michael Ashwin Adin bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling ingegaan op enkele actuele zaken. De vicepresident ging in op uitspraken die gedaan zijn in een televisieprogramma door de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, met betrekking tot het aantal personen dat de VP genoemd zou hebben dat maandelijks een inkomen krijgt van de overheid. De vicepresident noemde eerder een aantal personen van 83.152, maar het aantal omvat niet uitsluitend ambtenaren. U hoort VP Adin hierover. Geachte voorzitter, leden van het college van de Nationale Assemblée. Ter weerspreking van deze opzettelijk, zou je kunnen zeggen, want het is meerdere malen gebeurd, informatie die ik nogmaals een specificatie van zal geven, en dat zijn officiële cijfers van CBUMA, over de maand maart 2019. Als pijldatum nemende. Met betrekking tot het aantal personen die in een maand een inkomen hebben ontvangen van de overheid. Zoals door mij aangegeven in uw geacht college betreft dit aantal niet uitsluitend ambtenaren. Maar omvat zij 44.338 landsdienaren, waarvan 38.338 ambtenaren in vaste dienst. Ik zie zelfs dat voor een lachertje andere mensen zouden zeggen extra 38.000 of 34.000 ambtenaren in een bepaald medium. Het zijn slechts 38.338 ambtenaren. Hiernaast heeft de overheid ook nog de zorg en verantwoordelijkheid voor circa 28.677 overheidsgepensioneerden en onderstandsgenietenden gezamenlijk. Naast de circa 3.747 personen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen en het resterend aantal betreft dienstverleners aan de overheid op parttime basis in die maand. In totaal dienen wij zeker niet te vergeten de leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Dus totaal 83.152 personen, waarvan, zou je kunnen zeggen, 38.000 zoveel ambtenaren. Overigens is het goed om op te merken dat het aantal ambtenaren als percentage, let u wel, dat het aantal ambtenaren als percentage van de totale werkgelegenheid, dus je zou zeggen relatief aandeel, is afgenomen. Aangezien de totale werkgelegenheid sneller is toegenomen dan het aantal ambtenaren. Dat was ook een situatie bij censusstelling 2004, waar we eigenlijk eindelijk de cijfers kregen van werkgelegenheid en dat soort van zaken. Dus houdt u dat vast. Voorzitter, u ziet hoe belangrijk het is om wederom op bepaalde gevestigde maatschappelijke organisaties en instellingen zoals de VES een beroep te doen. Om eerst de juiste bronnen, CQ, de aangewezen officiële autoriteiten te raadplegen, alvorens over te gaan tot het herhaaldelijk verspreiden van incorrecte informatie in de ether. Ik probeer zoveel mogelijk het gevoel van mij af te zetten dat men politiek probeert te scoren. Omdat het niet in lijn zou zijn met de doelstelling van een dergelijke organisatie.